De PvdA in Gelder op Mierlo heeft vijanden. De lijsttrekker werd een paar weken terug met de dood bedreigd. En afgelopen nacht werd een trailer met verkiezingsposters erop door brand verwoest. De partij doet komende week voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat al een tijdje niet goed met de campagne van de PvdA in Gelder op. Steeds weer werd de poster van de partij op het campagnebord naast de kerk vernield. En dus bedacht de partij iets ludieks, een trailer helemaal beplakt met verkiezingsposters. Dat ging 2 dagen goed, tot afgelopen nacht de trailer in brand werd gestoken. En in Gelder op bij die uitgebrande trailer, daar staat onze verslaggever Tom van de Oetelaar. Ja Tom, een doodsbedreiging, dat vind ik nogal wat. Dat is nogal wat, maar het is wel allemaal alweer opgelost. Er is hier deze aangifte van gedaan. Het is gegaan zoals die dingen gaan hier in een dorp. Onder elkaar is dat opgelost. Je hoort daarover de lijsttrekker Richard van den Burgt. Dat was iemand die via internet een berichtje stuurde. Nou, internet is lekker laagdrempelig, dus het is makkelijk om allerlei bedreigingen te doen. Ik heb die persoon een berichtje teruggestuurd van, goh, er zit je iets dwars. Laten we samen koffie drinken. En daar heb ik een hele nette mail op teruggekregen. Waar hij zijn waardering uitsprak, dat ik dat deed. En ja goed, dat staat natuurlijk hier helemaal los van. Dat was iemand die op een andere manier gefrustreerd was op dat moment. Oké, hij denkt dus dat het er los van staat, van die brand, van die trailer die we achter jou zien. Dat is dus iemand anders geweest? Ja, daar lijkt het wel op. Dat lijkt toch weer op een heel andere eenmansactie. Ja, je moet je voorstellen, de PvdA is nieuw hier in Gelderop. De partij werkte hiervoor samen met GroenLinks. Het zijn allemaal nieuwe mensen die met nieuw enthousiasme en met nieuw elan zich in willen zetten voor de gemeentepolitiek. Zoals ook Paul Elsendoorn. Dat is de man die deze trailer ter beschikking heeft gesteld. Hij had hem net 9 maanden, splinternieuw, 10.000 euro gekost. Is die wellicht kwijt. En ik vroeg aan hem wie hij denkt dat er achter deze aanslag zit. Ik denk niet dat het iemand is die nu in de gemeenteraad zit of op de lijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat het iemand is uit 6 gehuchten die misschien zijn hart bij een andere partij heeft. En negatief staat er in opzichte van de Partij van de Arbeid. Ja, toch nog een kleine week, hè, dan zijn die gemeenteraadsverkiezingen. Ja, het zijn toch lelijke dingen die er gebeurd zijn in Gelderland. Wat vinden de inwoners daarvan? Ja, nogmaals, het is een nieuwe partij. Het is dus een partij zonder oude conflicten die spelen. En de mensen die ik sprak, die spreken er allemaal schande van. Nou ja, het is sowieso belachelijk dat zo'n ding in de fik wordt gestoken. Of je op PvdA wil stemmen of niet. Je hoeft hem niet in de fik te steken natuurlijk. Ja, het ziet er akelig uit, hè? Ik dacht in eerste instantie van, het is best een interessante verkiezingsactie van de PvdA. Is dat van de PvdA? Ja. Ja. Ja, als je daar niet op stemt, dan vind je het niet zo heel erg, denk ik. Nee, maar het is een geintje, maar het hoort niet. Uitbranden of aansteken of zo, dat hoort er niet bij in een democratie volgens mij. Misschien zijn ze nu wel extra zielig vanwege die aanslag. Nee. Nee. Niet wat jou betreft? Wat mij betreft niet. Nee. Ik vind vooral de mensen die hem in de fik hebben gestoken extra zielig. Nou, de PvdA gaat aangifte doen van brandstichting. En dan mag hopen dat het na die doodsbedreiging en na deze brandstichting hier een beetje rustig blijft in Gelderop. En aanloop naar de verkiezingen van aanstaande woensdag. Tom van Oetelaar vanuit Gelderop, dankjewel.